En Arda, die zijn zojuist naar de kapper gaan. En mijn mommy. Mama. Mama. Hi. Mama, die is hier bijna 2 weken al. Nou, zoals jullie weten was ik vorige week in Nederland. Ik ben inmiddels al een paar dagen geleden aangekomen in Turkije. En mijn moeder gaat precies... Even kijken, vandaag is vrijdag. Aanstaande maandag gaat mijn moeder terug naar Nederland. Dan is ze ook iets langer dan 2 weken hier geweest. Ze vindt het echt super leuk hier. En wij vinden het ook hartstikke leuk dat ze er is. En nu zijn we onderweg naar Verde. Dat is een restaurant, een van de favoriete restauranten van ons hier. Het zit in Erdek. Het zit aan zee. Het weer is wel super slecht vandaag. Het regent. Dus het is geen ideale weer. Maar het restaurant is super nice. Daar hebben we ook suikerfeest gevierd. Dat hebben jullie in mijn eetvlog gezien. Dus daar gaan we vandaag gezellig eten. Bij Verde? Ja, bij Verde. Ik kan hem de ramen openmaken en dat gaan we niet doen. Nee, ze kunnen ramen openmaken. En onze buurman is ook gezellig mee, dus ga gezellig uit eten. En ik laat jullie even een beetje het uitzicht zien. Ik moet zeggen, ik moet eerlijk toegeven dat Bandırma echt een hele leuke stad is. En ik zou hier echt forever kunnen wonen. Het is een oude stad. Het is geen oude stad, Zeen. Oh my god, cutie pie. Trouwens jongens, hier kun je dus ook van dit soort bungalow huisjes huren. Kijk, dat is het restaurant. Ze zijn hier met iets bezig trouwens, by the way. Kijk hoe leuk dit soort bungalow huisjes zijn. Echt amazing. Maar gezde koza, doei me. Gezde, doei. I love you, I love you, I love you. Wat is er doen? Ja. Huh? Carpaccio? Nee, Arda, doe maar beter niet. Het is niet goed voor jou. Je mag wel een paar frietjes pakken. Zeen, even lachen. Moes, wat voor vis is dit? Chupra. Chupra. Ja, alleen ik weet niet wat het in het Nederlands is. Ook chupra? Chupra? Nee. Wat zit je vol, Eske? Oké. Wil je mijn aardbei? Tamam. Hier. Zeen wil de aardbei. Hier. Alsjeblieft, baby. Good morning, guys. Ik leef vandaag op zaterdag. Vanochtend heb ik lekker kleren zitten sorteren met mama. En ik ben nu aangekomen bij mijn wenkbrauwstyliste hier in Bandırma. Ze komt uit Wit-Rusland. Superleuk meisje. Die woont hier dus ook. En zij gaat vandaag mijn wenkjes doen. Kijk, dit is een before. En ik laat je zo meteen after zien. En ik heb cadeautjes voor haar mee. Ik heb namelijk Mika haircare voor haar mee. De steltang van Mika. En de mini hairbrush. En by the way, alles van Mika is 30% afgeprijsd. Dus klik op de link of kijk onder deze video. Voor de Mother's Day. Пользуешься маслом? Да. Но не каждый день забываю иногда. Ну, часто же пользуюсь, потому что я вижу результат от этого. Да? Да, они стали намного мягче. Сделаю этот, как его? Хорошо. Отбеливание. Отбеливание. Это сделаю. Кайф. Экайф. Не фигаю, что Nou, ik ben thuis. Ik heb even overal gestofzuigd. Ik moet zo meteen even dweilen. Ik wil jullie even mijn wenkbrauw laten zien. Kijk, als jullie goed kijken, zien jullie doorheen een beetje oranje-rood. Dat is dus, als jullie naar mijn vorige vlog hebben gezien, de eerste deel van dat ik in Nederland ben. Toen ben ik bij Ruusje aan het gaan laseren, weglaseren, mijn staartje. En ik moet eigenlijk nog één keer eroverheen. Maar hij is vrij, eigenlijk is die wel al heel goed weg. En deze kant al helemaal. In deze kant zie je ook dat het iets hoger staat. En dat. En mijn moeder die is nu chibureki aan het maken. Dus ga ik het een beetje op beeld zetten. Nou, zij heeft bloem. Daarin doen we zout. Ik kan ze ook by the way maken. En olijfolie. Wat zal het zo? Oké. En zonnebloemolie.
En dan heb je, we hebben hier 500 gram gehakt. En als je 500 gram gehakt hebt, heb je ook 500 gram ui nodig. Gewoon normale witte ui. Alleen dan is die zeg maar geraspt. Nou, 500 gram gehakt en 500 gram ui. Dus als je 1 kilo gehakt hebt, heb je 1 kilo ui nodig. En je boerenkje moet je ook gelijk warm opeten. Moet niet, maar dan is het wel het lekkerst. Dit is gekookt water. Dit voeg je toe dus bij de zonnebloemolie. En dan ga je hiervan maken, dus deeg. En dan is het kwestie van even die deeg laten staan. We gaan lekker chibureki eten. Thanks to my mommy. Mama gaat over 2 dagen weg. En I'm sad. Goedemorgen jongens. Good morning. Mama gaat vandaag weg. Ik ga nu de kids. Hi Ada. Hi. Hi. Iedereen is weg. Kom. Nou, ik ga nu de kids naar school brengen. En daarna ga ik mijn moeder naar de airport brengen. Maar mijn moeder gaat weg en iemand anders komt iets later ook weer aan op de airport. Iemand die bij ons op visite komt. En wie dat is, vertel ik jullie zo meteen. Zeg maar bye, oma. Doei, doei. Veilig aangekomen. Bij de parkeerplaats van Sabi Hagukchan. En nu gaan we mama even naar de airport brengen. En ik ga haar even laten inchecken en zo. En daarna ga ik richting een mall. Want mijn tweede gast die komt, die moet nog haar vlucht pakken op Schiphol. Die is nog in Nederland. Dus ik heb even een tijd om te wachten. En daarom, daarom dat ik even naar de mall ga. Guys, ik heb mijn moeder afgezet. Even uitgezwaaid. En ik ben echt emo, I don't know why. Maar ja, gewoon in een ander land wonen terwijl je moeder gewoon ergens anders woont en dat je niet gewoon wekelijks of dagelijks naar haar toe kan, is best wel lastig. Vooral als je moeder alleen woont en je alleen een moeder hebt die vader en moeder in één is. En ook nog als ze op leeftijd is. Mijn moeder is al wel op leeftijd en ik merk gewoon, elke keer als ik haar zie, merk ik gewoon dat ze een beetje achteruit gaat door de ouderdom. Maar ja, dat hoort erbij. En alhamdulillah voor alles. Maar het blijft gewoon moeilijk. Echt, 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 echt moeilijk. Dit is het leven. Je moet juist eigenlijk dankbaar zijn dat je oud mag worden. Ik ben ook blij en ik zeg altijd alhamdulillah voor haar leeftijd. Maar het is gewoon heel lastig. En nu ga ik richting MR Mall. Even kijken. Veer komt naar mij toe. Ik ben zo blij dat Veer komt. Ik heb haar echt super erg gemist. Ze blijft bijna 1,5 week bij mij. Dus dat is echt super nice. Veer is Veerdaus, by the way. En zij pakt, even kijken. Zij komt om, moet ik even kijken. Het is nu 11:30. Zij komt aan om 3:30. Dus ik heb nog best wel veel de tijd om wat te gaan doen. Ja, dat is de planning. Jongens, ik heb nog een maandje in Banderma. Want in de eerste week van juni gaan wij weg. En ik ga best wel veel reizen deze zomer. Ik ga ook bijna 2 maanden in een ander land wonen. Welke land dat is, dat vertel ik jullie nog wel. Ik heb al een appartement gehuurd voor mij en de kiddo's. Moes die blijft ongeveer 2 weken met ons in een ander land. Maar we gaan eerst naar Nederland, want we hebben een bruiloft van de neef van Mustafa, neefje van Mustafa. Dus we gaan ongeveer 10 dagen in Nederland verblijven. Nou jongens, ik ben bij Hermes beland.
En ze hebben misschien iets waar ik al heel lang op zit te wachten. Misschien hebben ze mijn tas. Ik ben benieuwd. Ze is achter gaan kijken. I'm so excited. Oh my god. Jongens, ik wacht al zo lang op een tas. Dat is gewoon niet normaal. Niet normaal. But we will see. Bij de MR Mall. Waiting, waiting, waiting. Jongens, Veer is op de airport en ze moet een speciale kaas voor mij halen. Zee gaat zo blij zijn, hè? Dit is lievelingskaas van Zee. Deze kaas is niet normaal. Nou, ik zie je straks, schat. Oké, schat. Doei, doei. Doei. Oké, guys, ik ben weer op de airport. Ik ben even naar de MR Mall geweest. Heb daar lekker gehangen. Ik heb een paar leuke dingetjes kunnen scoren. En nu zit ik in de auto. Ik was te vroeg op de airport, want Veer die had vertraging. Trouwens, Veer komt naar mij toe. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Oh, ik had het al gezegd. Kijk hoe blij ik ben. Ik ben gewoon super blij. Maar zij is gewoon echt mijn maatje. Veer is gewoon echt mijn ride or die. Is echt een maatje van mij. Maar ze had een beetje vertraging. En ik heb gereserveerd bij Zuma. Dus we hebben last minute besloten om... Tenminste, ik heb last minute besloten. Ik belde Veer op. Ik zei, Veer, ben je straks moe, denk je? Ja, wat dan? Ik zei, ja, zullen we gewoon doorgaan naar Isilio Park? Gewoon naar Zuma, happy eten. Ze zei, I am in, like, it's all good. Ik zei, schat, we kijken straks wel. Maar ja, ze zat al in de lucht. Dus ik heb Zuma gebeld en gereserveerd. Dus we gaan zo meteen lekker hapje eten. En ik ga met de auto naar Isinje Park rijden. Want ik heb echt geen zin in die taxichauffeurs. Ik wil lekker muziekje op. En gewoon lekker rijden door Istanbul. Daar heb ik even zin in. En kijk, mijn handen oranje. Mijn handen. Ziet er niet uit. Oké, let's go. We gaan hier ophalen. Oh ja, en ik heb er by the way net mijn make-up een beetje bijgewerkt in de auto. En mijn haren uitgeborsteld. Dat kunnen jullie gelijk zien. Dat heb ik gedaan met mijn Mika hairbrush. En alles van Mika is 30% afgeprijsd. Oké, jongens. Kijk eens wie er is. Finally. Na 1 uur vertraging. Ja, maar waarom? Maar je bent er. Ja. Zo leuk. Oké. Hier weet niet eens wat we gaan doen. Huh? Ah, dat zien we wel. Dat maakt allemaal niet uit. Oké, jongens, hebben jullie ooit Istinje Park gezien die helemaal, ja, bijna helemaal gesloten is? Nou, deze winkel is nog half open. En de roltrappen werken niet eens meer, hè, Firi? We hebben wel lekker gegeten, hè? Nou, welkom in Turkije, schat. We kwamen net hele leuke dames tegen op de wc waar waren wij net? Zuma. Ik wou zeggen, Nusret. In Zuma. Hele leuke dames uit Brabant. Heel schattig allebei. Heel schattig allebei, maar ook heel knap allebei. Ja, klopt. Allemaal ja. Werk. Alleen ik weet niet, waren ze Turks of Marokkaans? Turks, denk ik. Ik denk Turks. Ja. Ik denk niet Marokkaans. Ja, ze waren echt heel knap. Mooie meiden. Maar wel uit Nederland, dat was gezellig. Cool. Nog één naar beneden? Ja, toch? Ja. Ja, we gaan hier weg naar Paris de Boek. Mensen denken, op donderen, we zijn klaar met werken, we gaan naar huis. Wat doen jullie hier? Ja, hè? Kijk dan, ze zijn allemaal dingen allemaal netjes aan het maken. Maar misschien is het gewoon een team. Kijk, hij doet bijvoorbeeld de belichting goed zetten. Mijn schoonmaakster is er, dus daardoor zijn we vroeg opgestaan. Nou, gisteren zijn we veilig thuis gekomen, super leuke avond gehad in Istanbul bij Zuma, Isinje Park. En nu gaan Veer, ik en Duja naar Bursa, want ik moet naar Acıbadem. Duja ook. We hebben afspraak voor onze spataders. Ik heb last van spataders, maar dat zit echt heel erg in mijn familie.
En ik heb ze 4 jaar geleden laten weglezen, van die mini-adertjes zeg maar. En ik merk dat ze heel erg terug zijn. En toen heb ik van de dermatoloog hier zeg maar te horen gekregen dat in Atjebadem een hele goede arts zit in Bursa. Daar hebben we afspraken en als het goed is gaat hij het vandaag ook gelijk weglezen, mits dat kan. En nu ga ik even snel voor mij en Veer drinken klaarmaken. Veer, wil je even kiezen? Deze ijsblokjes jongens, irriteren mij. Huh? Welke drinken jij? Even in de koelkast. Oh, deze ijsblokjes. Maak hem maar pakken. Huh? Wat krijg ik? Krijg je. Ja, alleen weet je wat is? Al die kapotte. Ja, top. Zo, klaar is Kees. Ik heb ook geen dadels, want die heeft mijn moeder meegenomen. En zei gisteren, oh ja, ik heb een lijst dadels meegenomen. Ik zei, oh, had het al gezegd, dan had ik jou veel meer gehaald. Dus als ik naar Nederland ga, inshallah. Even kijken, welke wil je, die of die kleur? Oké, we geven jou vandaag de bling bling. Ja, ik weet, you don't care, maar ik vind dat echt heel belangrijk. Ja. Jij moet gewoon in jouw winkel brengen. Oké, Veer heeft dus een nectarine sap. Tada! En ik wil, hoe noem je dit ook weer in Nederlands? Oh ja, granaatappel. Oh ja, maar ik heb 1 jaar niet in Nederland gewoond. Ik ben ineens Nederlands vergeten. Ik zweer, ik wel zeggen nar. Gewoon op z'n Turks. Dat heb ik met heel veel mensen die zijn aan het werk gaan. Ja, ze kennen zo best wel Nederlands. Echt, hè? We are ready to humble. Oh ja, en Veer gaat vanaf vandaag met mij fanatiek mee sporten. Dus ik weet niet wat haar te wachten staat. Ze gaat vanavond mee naar de gym. Ik ga niet sporten. Mm. Bye bye. Kusjes. Spannend. Moet naar de wijze. Ciao, ciao. Ah, even, I will give you. Onder alweer? Tamam, tamam. Daar even bij de goed geven. Jongens, ik wil jullie mijn nieuwe zonnebril laten zien. Maakt niet uit. Hij is leuk. Hier. Ik heb deze bij PC Hoofdstraat gehaald in Amsterdam vorige week. Of ja, anderhalf week geleden toen ik in Nederland was. Het is van een nieuwe collectie. En ik vind deze zonnebril doet me ook heel erg denken aan Celine. En ik ga echt een doa doen. Ik ga echt bidden dat ik deze zonnebril niet kwijtraak. Ik ben pro in zonnebrillen kwijtraken. En ik heb al heel veel zonnebrillen kwijtgeraakt. En zo is die. Wat was je deze zonnebril? Ik vind deze echt amazing. Hij is echt gaaf. Ja, hè? Ja. Hij is echt vet cool. En weet je wat ik leuk vind aan deze bril? Hij is niet helemaal bruin. Dus dit is zwart. Mm-hmm. En die glazen zijn bruin. Want ik heb heel veel zonnebrillen die alleen maar zwart, 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 zwart. Gewoon volledig zwart zijn. Je ziet je ogen een beetje. Ja, en dat, ja. Ja, die mag je wel daar neerleggen. Oké, we gaan nu douchen ophalen en dan gaan we langs de Starbucks rijden. Ja, we hebben in Bander maar ook een Starbucks, jongens. En daar is ze heel blij mee. Daar ben ik heel blij mee, als ik maar koffie heb elke dag. Hena. Ik weet niet wat hij zegt. Gewoon Henna. Henna. Nou jongens, we zijn aangekomen. Bij Atjebadem zijn we aangekomen in Bursa. En parkeren was echt een drama hier, maar we hebben gelukkig een auto gevonden. Oké, jongens, we hebben een heel groot probleem. Want ik moet van Malika mee gaan sporten. Ja, mag niet. Maar ik hou niet van sporten. Waar is Zeen? Oh, hij is daar aan het toilet. Ik dacht al. Ik hou niet van sporten. En nou moet ik gaan omkleden om te gaan sporten. En don't mind my head. Fitnessen. Ik dacht, ik kom even een week tot rust. Maar ik moet gewoon gaan fitnessen. Zwemmen vind ik niet erg. Zwemmen vind ik leuk.
legging of wil je shorts? Doe maar lang. Oké, dan pak je die legging. Want, wow, maat, ik zie eruit. Wil je een hemd? Of wil je, kijk, ik heb voor jou dit soort tops. Ja, prima. Crop top? Kan iedereen naar mijn blubber bij kijken? Ja, of ik heb voor jou, wacht, ik heb nog iets voor jou. Stop, iets met langer. Filmen. Stop. Oké, jongens, wij zijn ready voor de gym. Het zijn niet de schoenen hoor, die ik aan ga doen straks. Mijn hele tas zit klaar. En we gaan ook naar de sauna en baantje zwemmen. Ik ga even een beetje motiveren. It's time for the gym! En ik heb ook andere mensen gemotiveerd blijkbaar met sporten, maar dat vind ik wel heel fijn. Thermal spring water, mijn nieuwe verslaving van La Roche-Posay. En by the way, de laatste tijd gebruik ik alleen maar skincare van La Roche-Posay. Ik ben helemaal overgestapt. Ik heb hele dure crèmes gehad, zoveel ontvangen qua PR-pakketten, zoveel merken uitgeprobeerd. Ik weet niet wat het is met La Roche-Posay. Blijft mijn favoriet. En dan, misschien kunnen jullie ook die glans zien op mijn voorhoofd. Maar dat komt dus door, hoe heet dat ook weer? Ik ben het even kwijt, 1, 2, 3. Wat gebruik ik ook weer? Die pori. Retinol. Retinol van La Roche-Posay. Ik vind hem echt super fijn. Oké, ben je ready voor de gym? Nee. Niet? Ja. Ik ga gewoon wel lekker zwemmen. Ja, oh, zwemmen. We zijn ze één zwemmetje vergeten. Nee, nee, nee. We moeten die even naar buiten brengen. Moet ik ook gaan zwemmen met de... Helemaal vergeten. Mona Lisa, tip you of your feet. Deze man komt heel gerecht uit de Turkse serie.